Goedenavond. Welkom op het concert waar Coming Together en Attica van Frederik Reshevsky worden uitgevoerd. Kort een berichtje over het werk zelf. Het is geschreven naar aanleiding van een gevangenisopstand in de gevangenis van Attica in 1971, waarbij dat er een 43-tal mensen omgekomen zijn. En een van de gevangenen heeft dan een brief geschreven en de tekst van die brief wordt in het eerste gedeelte van het gedicht voorgedragen op verschillende manieren. Dan volgt er een pauze die geacht wordt te respecteren. Dus het is een absolute stilte en dan wordt de brug gemaakt waarin dat er verteld wordt hoe dat die man, als hij uiteindelijk het Attica wordt vrijgelaten, hoe dat het zich voelt. Dan zal hij zeggen, Attica is in front of me. Het is een politiek geëngageerd werk, dat is typisch voor Frederik Reshevsky, die dat engagement in heel veel van zijn werk naar voren zal schuiven. Wat de partituur zelf betreft, dat is een en een schakeling van getallenreeksen. Additieve ritmiek, 1, 2, 3, je moet tot 7 kunnen tellen, en dan kan je de ganse partituur in feite reconstrueren. Er zitten spiegelstructuren in, allerlei. Het is een opeenstapeling van twee ritmische lagen. Een additieve laag en dan een 4-4 laag. Dat klinkt vrij simpel, maar dat is het niet. De partituur bestaat, wat Coming Together betreft, uit een 18-tal pagina's baslijn. Dus dat is de enige. Het enige wat er voorhanden is, is een baslijn. En dan is er een ganse lijst van instructies waar per gedeelte, het A-gedeelte, de uitvoerder de noot eruit moet pikken. Dus in principe is het altijd unisono, met verschillende accentlagen. En dat maakt het kamermuziekgehalte van deze compositie zo interessant. Je moet dus weten dat ze enkel en alleen een baslijn te zien krijgen en dat moeten combineren met een aantal instructies. En dan het B-gedeelte, Attica, is enkel het sopraan, is enkel een melodie. En daar worden zij dus verondersteld om daar een tonaal, een melodisch fundament rond te bouwen. Dat zij dus ook doen. Reshevsky heeft een zeer groot contrast compositorisch uitgebouwd tussen Coming Together en Attica. En dat verschil zal je dus wel merken het komende half uur. Wat u gaat horen gaat oneindig veel mooier zijn dan wat deze dingen aan geluid produceren, dus zet die af. I think. Together.
I am.
Thank you.
February 8, 1972, Richard X. Clarke was set free from Attica. As the car that was taking him to Buffalo passed the Attica village limits, he was asked how it felt to put Attica behind him. He said, thank you.
Oh, no, then no, you're just